En leuk dat jullie kijken naar de ene laatste dagvlog vanuit Curaçao. We gaan morgen alweer naar huis. Dus het is vandaag onze ene, ja, onze laatste echte dag in het paradijs. We gaan naar Karakter, gewoon naar het strand waar wij het allerfijnst vonden. Om daar even te vertoeven, want vanaf morgen moeten we de auto inleveren. Dus we gaan gewoon lekker bij Antiel liggen, omdat dat gewoon op loopafstand is. Maar het was echt zo top. We gaan nu even Blitzberry lunchen. Of ontbijten. Want Ramon is helemaal gek erop. De hele tijd. Ik wil naar Blisterberry. Ik wil naar Blisterberry. En waarom? Wat wil je bestellen? Wat je zo lekker vond? Ja, ik denk of pannenkoeken. Dat je vorige keer niet. Nee, dat vorige keer die bol, hè? Smoothie bol. Ja, dat is wel lekker. Of misschien die nog een keer. Was ook lekker. Ja, dat zijn ze wel bekend om daar, denk ik. Yep. En ik ga alvast even wat gezichtsvol wat snel doen. Anders maar klaar. Smart. Smoothie. Nee, we dachten vandaag, we gaan er heel vroeg uit, maar ja, ik had een beetje een katertje. Ja. Dus wel mondag, te laat aan, nog wel heel even liggen. En nu gaan we er gewoon door. Ik heb wel het idee dat deze Curaçao-vlog wat saaier zijn dan het jaar ervoor. Maar misschien komt dat dus ook wel, omdat we dus het grootste deel al hebben gezien. En dat ik dan het idee heb dat ik dat al een keer gewoon vastgelegd heb ofzo. Wat denk jij, Ramon? Dat zou kunnen. De vorige keer deden we misschien nog wat meer activiteiten. Zoals? Volgens mij juist niet. Die boot? Ja, dat Klein Curaçao bedoel je. Ja, niet zoveel. Het enige wat we toen hadden gedaan was Klein Curaçao. En nu is het enige wat we hebben gedaan is jetski. Hoort een beetje aan de kant. Lekker luieren. Maar ja, soms lig je heel de dag op het strandbedje en dan denk je ook van... Wat moet ik vloggen? Wat moet ik vloggen? En dan gaat er allemaal ongelukkig wel veel snorkelen. En dan wilde je altijd een GoPro meenemen. Ja, dus jullie hebben elke dag wel wat vissenshots. Eén keer een slang, dan moet ik even een haai. Gisteren hadden we een vis gezien die leek op een steen. Ja. Ook grappig. Dat is ook vet. Oké, nou, ik ga even zo'n outfit aan doen en dan gaan we. Onze eten is gearriveerd en we gaan lekker delen. We hebben eerst een bak met fruit. Nutella voor de man. Wafels. En een tosti. En we gaan het gewoon lekker delen samen. Helemaal zin in. Oké, jongens, we hebben echt zo lekker gegeten, oprecht. Alleen. Ook echt op één de laatste dag haal ik dit weer. Maar ik zag echt een hele mooie band. Ik heb die zilveren gehaald met allemaal van een beetje van die zilveren confetti erin. Ik twijfelde heel erg tussen goud of zilver. Ik dacht echt dat dat ding hier ook zat. Dus ga je daar overheen. Ik zit echt te twijfelen goud of zilver. Want ja, alles bij mij is altijd goud. Maar ik heb toch voor zilver gekozen. We gaan morgen al naar huis. Dus we hebben er 2 dagen plezier van. Maar ik vind een band zo lekker om gewoon lekker te chillen. Ik en... de locatie op zich wel. Ja schat, jij rijdt al. Ja het is gewoon heel chill om... Ja, en anders neem hem lekker mee naar Nederland, weet je. Als je ik kan hem altijd wel gebruiken hier. Anders neem ik volgende keer weer mee op vakantie. Ja, komt wel goed. Gaat het gewoon je vaste band worden. Alleen ze zei $28, toch? Oh, vind ik wel veel, maar ik was maar aan het betalen. Maar gelukkig bedoelde ze een af. Ja, ze zei dollar. Hij dacht, ja, ik wil hem toch, ik haal hem wel. Maar ik vond het wel duur. Maar gelukkig bedoelde ze een af, maar ze zei het zelf verkeerd. Ik dacht, ik word ook wel dollar, hè? Ja, oké, dat is wel een beetje duur voor 1 dag banden. Ik kan morgen ook gebruiken nog. Daarom. Karakter, restaurant, Coral State. 37 minuutjes rijden. Mm-hmm. Let's go. Let's go. Echt een multitasker die man. De operatie in de gaten houden, rijden, band opblazen, meedansen met de muziek. Nou jongens, we moeten nog een half uur. We zijn bij Karakter, inclusief de band. Het is zo mooi. Alleen is een beetje bewolkt vandaag. Maar ik vind het oké. Even een beetje afkoelen. Maar de zon komt straks wel weer door, denk ik. Ja, vet leuk. Net een discobal. Misschien als hij nat wordt, dat hij wel wat meer blijft plakken. Zou kunnen. Nee. Dat is de binnenkant, toch? Ja, oké. Dat is wel jammer. Maar ja, wel leuk. Oké, zo zijn we? Ja. Okay. Ga pakken kaart dan. We zijn in de Curaçaose supermarkt. Luna Park hier. Heel nice. Je hebt echt heel veel. Als we langer waren had ik wel fruit meegenomen, maar zo niet handig, hè? Had je eerder moeten wezen. We are back! We hebben even wat lekkere snacks gehaald vanmorgen in het vliegtuig. We waren eigenlijk begonnen bij die Luna Park, maar dat was echt een soort van Chinees supermarkt. Het was niet echt alles, ja, alle dingen wat wij kenden. Toch juist misschien wel een beetje hetzelfde en wat goedkoop, maar het viel wel wat tegen. Dus we zijn daarna naar de Albert Heijn gegaan. We hebben deze dierenkoekjes gehaald. Geen idee of het lekker is. Maar het zijn van die uitdeelzakjes. Dus super chill mee te nemen. Ook van die Oreo's zitten ook in zakjes. Ook altijd wel chill.
Ik heb echt mega veel gehaald, maar de vlucht duurt 10 uur en het is een avondvlucht. Dus we gaan lekker B&B kijken en lekker snacken. Heel gezellig. We hebben lekkere mentosjes gehaald. Altijd een feit als het donker en glitter is. Wat zeg je? Ik zei altijd een feit donker en glitter in staan. En dan lekker vind ik ook. Filmpje kijken. Nee, we hadden echt vet weinig snacks gehaald. Tenminste, het voelde veel, maar uiteindelijk ja, 10 uren lang. We hadden echt niks. We hadden alleen 2 cheese dips. En we hadden Pringles, cheese dips en wat apenkopjes. Maar zeg weinig. Oké, deze nog Pringles. En ze hadden alleen van de paprika nog een kleintje dus, wat wel jammer is. Maar ja, dit gaat morgen lekker mee als snackie. Helemaal zin in. Drinken hebben we niet gehaald, want dat krijgen we waarschijnlijk niet mee door de douane. Vanavond wordt het eigenlijk een kwestie van koffer weer inpakken, waar ik helemaal geen zin in heb. Het is echt zwaar ontploft hier. Alle sieraden voor Sparkles, daar alle bandjes van Tamwatch, waar we hier ook in gaan sorteren, wat we per dag ook weer op de foto wilden krijgen. Dit was mijn fotoplekje, omdat, of ja, fotoplekje, make-up plekje in de spiegel, omdat het in de badkamer gewoon veel te warm was. Ja, het wordt weer even een gedoetje. Ik heb die visoorbelletjes nog steeds in, ik vind ze zo schattig. Deze visjes, superleuk. En ik denk wel oprecht mijn favoriete ketting van Sparkles. Die lange met hartjes, ja, echt amazing. Hier nog een leuk hartjesringetje, leuk in de vibe. En dan hier nog een leuk bloemenringetje met een leuk armbandje, ook van Sparkles. Helemaal leuk. We gaan bij Zest eten. En Zest zit gewoon hier bij die Antiel bij. Waar we ook een van de eerste avonden hebben gegeten. En het was gewoon super lekker. En ik vind het gewoon lekker om even lekker in de buurt te eten. Want die Antiel bij is ook gewoon super leuk. Is dat gewoon? Waar? Ja, 661. Oh, dat was ik in de war. Dat ik dacht dat er alleen gulden, dat er alleen dollar stond, maar er stond alleen gulden. Want kijk, er staat dus geen dollar. Nee. Kijk, dat was mijn verschil. Maar gelukkig dat het niet gelukt kan. Anders maakt het ook niet heel veel uit, toch? Maar ja, beter zo. Ik denk dat we niet blij met dollar zijn, want dan betaalt hij. Ja. Betaalt mee. We zitten lekker bij 6 en we hebben een nieuw voorgerechtje. En deze week hebben we hier eerder gegeten. Dat was dus met geitenkaas. Toen hebben jullie mij wel helemaal over mijn nek gegaan. En nu gaan we een nieuwe proberen. Wat was het ook weer? Cherry tomaat met gehakt ofzo. Ja, gehakt, cherry tomaat en couscous. Dat er bovenop is dan couscous. Nee, dat zit erin. Ja. Nou, let's go. Maar wat erop zit is toch niet geitenkaas? Ja, dat heeft best gewoon schade gegeven af. Geen geitenkaas. Wat dan? Lekker? Wel lekker deze. Ja. Cola? Ja. Dankjewel. Dat was echt lekker. Ja, lekker. Ja. De steektataar, die was vorige week ook zo lekker. Dus ik zei tegen mijn man, ik moet die gewoon nog even 1 keer eten voor we van huis gaan. Dus we hebben hem. Voor jou de eerste keer. Smakelijk. Nou jongens, onze pasta is gearriveerd. Met schelpjes. Lekker weer hetzelfde. Net als het hoofdgerechtje. Voorgerechtje. Twinning. Twinning is winning. Nou, smakelijkje. We hebben hier een lava cake. Echt super leuk. Komt een vrouw naar me toe, naar ons toe. Van hey, ik heb vorig jaar heb ik je vlogs gezien van Curaçao en ik zie je nu zitten. Ja, dit jaar, maar van de vlogs van vorig jaar. Ja. En ze wilde dat even zeggen tegen mij dat ze dat had gezien en dat ze deel van heeft gehad. En dat was echt super schattig. Leuk om te horen. Heel lief. Ja. Ja. Ik ga de eerste al proefje van de lava cake. Als ik een favoriete receptje van een dessert, dan is lava cake. Hoe is dat? Niet normaal. Zo lekker. Eerlijk? Ja man. Alleen de rest wel van mij. I'm really enjoying it. Yum yum yum. Maar ik ben wel blij om te delen. Ja, hartstikke veel. Is echt veel. Echt lekker. We zijn terug op de kamer en we zijn even aan het inpakken. We zijn ondertussen ook B&B Vol Liefde aan het downloaden. Gaat echt niet verder, man. Volgens mij is hij gedownload. Ja, man. Kijk. Nee. Dan niet. Er moet nog maar eentje gebeuren. Oh, je hebt 26 weggedaan. Ja, dat is een 1 aflevering wil maar gewoon niet downloaden. Dus zo lang. Heb je ook al even op pauze gedaan net? Ja, hij is wel dichterbij dan net weg. Heb je ook op pauze gedaan en weer gestart? Ja, maar doen we nog een keer. Voor de zekerheid.
Hij is wel een stukje verder dan net. Ja, hij toont zo ver, maar dan laatste stukje net niet. Ja, vervelend. Opschieten, we willen B&B kijken, altijd zo graag. Nou, het is echt weer een ellende om alles in te pakken. Alle snackjes voor morgen. Lekker, lekker, lekker. De koffers zijn ingepakt. We gaan nu lekker slapen. Morgen nog even de laatste dingetjes. En ik neem jullie morgen gewoon weer mee in dezelfde vlog. Want ik merk altijd dat ik altijd op de terugweg altijd wat minder film. En ja, je ziet dat allemaal gewoon lekker in deze vlog. Dus lekker slapen en ik zie jullie straks weer. Een hele goede morgen. Het is alweer. Goedemorgen. De dag dat we weg moeten gaan. Niet leuk. Goedemorgen. Goedemorgen, aapje. Wat hebben ze juist gedaan? Onze koffers ingepakt. De auto is ingeleverd. Dat betekent dat we echt bijna weggaan. We hebben nog een laatste stranddagje. We kunnen ongeveer nog tot 2:30 kunnen we zonnen. Het is ja. Goed dat we weggaan. Vanochtend had het ook geregeld volgens mij. Ja. Maar we gaan nog even lekker tot 2:30 op het strand liggen. Daarna gaan we even lekker douchen en dan worden we opgehaald. En we hebben zulke slecht nieuws. Ik ging gisteren inchecken bij Tui. Of ja, probeerde ik. Zien we opeens dat we achter elkaar zitten met de rij ertussen en niet naast elkaar. En ik had gewoon €68 betaald om stoelen te reserveren voor de heen en terugweg. Dus we horen op 20A en 20B te zitten, maar we zitten gewoon heel erg anders. En daar heb ik gewoon bijna €40 voor betaald. Ja, huilen. Klopt toch niet? We gaan straks onze stem laten horen daar en de Tui bellen. Kijk, ik snap als je niet bent ingecheckt, je hebt er niet voor betaald, dan kan je inderdaad niks aan doen. Maar ik weet van vorig jaar dat we niet naast elkaar kwamen. Ik heb 22 juli, zo'n een maand geleden, langer dan een maand geleden, heb ik al de stoelen gereserveerd naast elkaar. En nu opeens zitten we helemaal achter elkaar en ik heb dus mijn iPad, al een B&B vol liefde gedownload en dan kunnen we het helemaal niet samen kijken. Ik ook niet, want wij kijken het samen. Ik mag het niet eens alleen kijken. Nee, dan moet je naar de films van het scherm kijken. Ja. Maar ja, weet je, hun gaan waarschijnlijk gewoon zeggen... Ja, het is wel in het midden van het gangpad. Ja, klopt. In het midden van de midden. Dan gaat hun waarschijnlijk zeggen, oh, onze excuses, je krijgt je geld terug. Nee, ik wil mijn geld niet terug. Ik wil naast elkaar zitten. Ja. Ja, maar dan gaat ze zeggen, je krijgt je geld wel terug. Ik zeg van, dat willen we niet. Nee, ik wil geen geld terug. Ja. We gaan ervoor zorgen dat wij naast elkaar zitten. Inderdaad. En bij de raam. Als eerste van heel veel. En bij de raam, daar heb ik ook voor geboekt. Hebben niet in het midden. Een extra beenruimte. En als we in het midden zitten uiteindelijk naast elkaar, dan ben ik ook oké. Als we naast elkaar zitten. En we hebben ook extra B-ruimte geboekt. Ook nog €40 extra. Ja. Ze mogen wel even hun best doen voor ons. Ja. Nee, het is gewoon kut. Dan boek je zeg maar voor zo duur, ga je stoelen reserveren en dan heb je nog hele andere plekken. Het is gewoon kut. Maar ja, ik hoop echt dat het gaat lukken, want hun kunnen er zogenaamd altijd allemaal niks aan doen. En dan zitten we daar uiteindelijk gewoon mee. Ja, dan zijn we de dupe. Zeg dus van stuur me een paar bij de business class weg. Kijk, het is bijna 10 uur vliegen, daarom doen we het moeilijk. Normaal zouden we echt niet moeilijk doen voor 2-3 uurtjes, maar... Vorig jaar hadden we dat ook, maar dat is echt zo kut. Zo kut? Uiteindelijk mochten we achter elkaar zitten. Toen heb ik heel de tijd mijn iPad zo in de lucht gehouden. Ja, dat was ook kut. En dat deed pijn. Ja. Dat was ook niet leuk. Nee, dat was niet leuk. Oké, we gaan echt alles aan doen. Jullie gaan in de vlog meemaken of het ons gaat lukken. Wij gaan lekker even uitchecken en lekker zwemmen bij 6. We hebben daar een beetje schuur, dus helemaal zin om daar te liggen. We liggen lekker bij een van onze favoriete strandjes, namelijk bij 6. Onder zo'n lekkere cabana, noem je dat zo, denk ik wel. En we zitten bij het mooie watertje, helemaal vooraan. En je krijgt hier altijd handdoeken bij. Daar staat die vogel weer, let op. Kijk die vogel. Wat? Die zitten heel de tijd vis te vangen. Ik ga straks nog wel een keer. Kijk, daar zitten ze allemaal op de stenen te wachten tot er vis komt. Nou, het water zit vol met vis. Ja. Maar je krijgt altijd een flesje water. Een hele grote handdoek. Super chill. Normaal als je een handdoek hebt, dan kan je er helemaal niet helemaal op. Gaan ze weer hoor. Maar hoeveel betaalden we nou voor deze bedjes? €30 of zo. Dat is echt niet duur. Denk ik. Dat is echt niet duur. Want ik weet zeker dat op Ibiza betaalden we hier €300 voor. Ja, dan krijg je nog een fles water erbij. En handdoek en de voorsterij. Volgens mij is het hier allemaal net zo duur toch? Maar niet uit wij ligt. Nee. En je kan hier ook super lekker lunchen. Allemaal lekkere dingen op het menu, lekkere ijsjes. Dus top. Alleen enige. We hebben geen wifi. Niet dat erg is, maar. Dat was wel even chill geweest. Moet je lekker in de schaduw liggen, kan je even een beetje werken. Maar nee. Die allemaal die passen bij je.
Dat was maar ik. Nou, we zijn inmiddels alweer terug van vakantie en ik wilde nog eventjes snel vertellen hoe het dus was gegaan met dat we niet naast elkaar geplaatst waren. Het was super raar, want we hadden dus wel gewoon stoelen geboekt naast elkaar. Ook echt al een maand geleden, daar hebben we echt best wel wat voor betaald, waardoor ik eerst al twijfelde van, nou, ga ik dit doen? En toch gedaan, omdat ja, het is een vlucht van 10 uur, dan wil je gewoon naast elkaar zitten. Heenweg was het allemaal goed gegaan, de terugweg wilde ik in gaan checken en toen zaten we opeens twee rijen uit elkaar, echt in het midden van het midden, terwijl we ook nog een raam stoelen hadden geboekt. Dus ja, ik dacht echt van, wat de fuck, hoe kan dit nou gebeuren? Want we hadden €68 betaald voor heen en terug. Nou, dat is best wel veel, dus 68 gedeelte 2, iets van, ik kan niet zo goed rekenen. Boven de €30 in elk geval. 34. En we zaten niet naast elkaar, dus echt, wat de fuck. Dus toen had ik Tui berichtjes gestuurd. Nou, ze zeiden allemaal, wij gaan daar niet over. Toen gingen we inchecken bij in Curaçao. Zeiden ze allemaal, wij gaan daar niet over. Nou, eindstand bij de... Heel raar, je betaalt al aan Tui. Ja, zo irritant. En dan wanneer... En wat het rare was nog, mama. Van die meiden die we daar al ontmoet, die hadden gisteren ingecheckt. Gratis, zitten gewoon naast elkaar, bij het raam. Ja, die konden weer uitzoeken. Nee, niet uitzoeken, maar die hadden... Zaten ook, werden gewoon naast elkaar geplaatst. Ja, oh. Super raar. Dus wij bij de stewardesses gelijk. We gingen als laatste naar binnen, zodat ze het een beetje rustiger hadden. Ik denk, nou, dan staan er geen mensen achter ons. Dus ik heel netjes uitleggen van, nou, we hebben 20 A en B geboekt. En we zijn opeens op hele andere stoelen geplaatst. Zei ze, wat vervelend, maar ja, alles is helaas vol. Dus ik zeg, ja, maar we hebben ervoor betaald. Nou, ga eerst maar even zitten. We gaan ons uiterste best doen. Nou, wat ze hebben gedaan? Wij zaten al, zijn ze langsgekomen. Reizen jullie samen? Tegen iedereen naast ons, zeg maar. Ja. Reizen jullie samen? Ja. Reizen jullie samen? Ja. Aan drie rijen gevraagd. En toen zei ze, nou, dan zie ik het helaas somber in. Dat is zeg maar wat ze ervoor hebben gedaan. Terwijl we er gewoon voor hadden betaald. En ze zeiden gewoon, ja, helaas. Dit was echt super kut. Ik weet ook echt niet hoe het is kunnen gebeuren. Toen zijn ze aan het einde van de vlucht zijn ze teruggekomen bij mij. Nou, ik moest mijn dingen invullen waardoor ik het geld dus teruggestort kreeg. Maar ja, het geld boeide me niet meer. Want ik wilde gewoon naast elkaar. Maar ja, natuurlijk wel aannemen natuurlijk dat geld. We hebben nog chipjes gekregen en wat chocolaatjes. Maar ik vond het wel echt super slecht. Maar het zat ik echt in het midden van het midden. Tussen twee mannen. En ik dacht echt van, prima. Maar dan durf je al niet zeg maar op te staan en naar het toilet te gaan en zo. Maar het was gewoon echt heel slecht. Want ik snap inderdaad, als je niet boekt, niet reserveert, als je niet naast elkaar zit, nou ja, jammer. Maar dit, echt, ik weet niet waar het mis is gegaan. En toen moesten we dus ons dingen invullen, waardoor ze het geld teruggestort krijgen. Stond eronder als reden dat kinderen, dat kinderen naast hun ouders moesten zitten of zo. Waarom? Ja, dat snap ik. Ja. Snap je? Maar waarom mochten die twee meisjes gisteren wel gratis naast elkaar dan? Ja. Daar stond toch ook geen ruimte voor? Ja, dat is vaak voor mijn geweest. Nou, super raar. Maar we hebben echt een mega leuke vakantie gehad. En ik hoop ook dat jullie de vlogs heel erg leuk vonden. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Vonden jullie het leuk, dan een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog. Doei doei!